In deze video geef ik uitleg over de deellijn of bisectrice. De deellijn deelt een hoek in twee hoeken die precies even groot zijn. De eigenschap van de deellijn is dat de afstand van de deellijn tot de benen van de hoek exact even groot is. Als we de hoek met een geodriehoek of gradenboog meten, is het eigenlijk niet precies genoeg. Daarom maken we gebruik van een passer om de deellijn te tekenen. Allereerst maken we met de passer een deel van de cirkel met als middelpunt de hoek. Nu hebben we op de benen van de hoek twee punten met exact dezelfde afstand tot die hoek. Vervolgens plaatsen we de passerpunt in het snijpunt tussen het cirkeldeel en één been van de hoek en tekenen weer een deel van een de cirkel. Ditzelfde doen we op het snijpunt met het andere been. Het snijpunt van de twee laatste cirkeldelen is een punt dat precies dezelfde afstand heeft tot de twee benen van een hoek. Als we nu een lijn trekken vanuit de hoek door dit snijpunt heen, dan hebben we de deellijn of de bisectrice. De drie D-lijnen van een driehoek snijden elkaar in één punt. Dit punt ligt exact even ver van de drie lijnen van de driehoek. Met dit snijpunt als middelpunt kunnen we dus een cirkel trekken die alle drie de lijnen raakt. De lijnen van de driehoek zijn drie raaklijnen van de cirkel. Deze cirkel heet de ingeschreven cirkel. Tot zover deze uitleg over de D-lijn of de bisectrice.